Welkom bij deel 2 van ons videoverslag van Geneve 2010. We gaan langs bij Infiniti, bij Lotus, bij Dacia, maar ik begin hier bij Honda, want de CRX is terug, al heet hij nu CRZ. Een legendarische auto bijna, ditmaal komt hier hybride. Weet je dat ik het eigenlijk een ontzettend leuke auto vind, zowel van buiten als van binnen. Kijk, nou staat het instrumentarium heel erg mooi, 3D allemaal, met ja, een beetje Civic-achtig. En de buitenkant, ik wist het eerst niet, maar in één keer zie ik het. Hij lijkt heel erg op de Oer Inside, heel erg leuk. Ik zou me kunnen voorstellen dat je op een zaterdagmorgen op parkeerterrein in Nederland niet meer weet welke van die 33 witte Priusen nou de jouwe was. Nou, daar heeft Lexus binnenkort een oplossing voor, de CT200H. Het is in feite de Toyota Prius, maar in een mooi jasje. Eigenlijk een premium Prius, een Prius dus. Wat is er in hemelsnaam gebeurd met het onderaan de voedselketen hangende merk Dacia? Want kijk eens naar deze Duster. Het is gewoon een mooie auto. Hij komt al in april naar Nederland met keuze uit twee motoren, benzine en diesel, allebei 110 pk. Bovendien kun je kiezen uit de aandrijving, voorwielen, maar ook alle vier. Dit is de Mitsubishi ASX en ASX staat voor Active Smart Crossover. En dat betekent in gewoon Nederlands dat hij het auto zoals een Nissan Qashqai en de Skoda Yeti de tent uit moet rammen. De auto wordt leverbaar met twee motoren, benzine en diesel. De diesel komt in juni naar Nederland, september volgt de benzine. Ook is er keuze uit voor- en vierwielaandrijving. De nieuwe BMW 5-serie staat in de startblokken en hij krijgt concurrentie uit heel onverwachte hoek. Infiniti heeft namelijk de M op de markt gebracht. Deze auto krijgt bovendien ook een V6 diesel, 3 liter van Renault, die ook in de andere modellen van Infiniti ingebouwd zal gaan worden. Het is maar een facelift, maar de Lotus Elise is wel een van de leukste en sympathiekste auto's op de markt. Ik wil het toch even laten zien hier. Andere koplampen, andere motorkap. Neusjes veranderd, bumpers en het kapje op de neus. Dit plateau is nu nog helemaal leeg, maar straks komt hier de RS5 van Audi te staan. En dat alleen is al reden genoeg om onze volgende filmpjes in de gaten te houden. Tot straks.